We zijn hier in Amsterdam. Hierachter in dit kantoorgebouw werkt Tala Stalling. Zij schrijft een brief over haar moeder Laura, die 17 jaar geleden een relatie kreeg met een Zuid-Afrikaan. Die relatie die is voorbij gegaan. Ze hielden er wel samen een kind aan over, inmiddels 16 jaar. En dus een halfbroertje van Tala. Maar het wonder geschiedde afgelopen december, toen de twee elkaar weer ontmoetten. En sindsdien, schrijft Tala, zijn het eigenlijk net twee verliefde pubers. En de vraag is, kunnen we de twee geliefden, de tortelduifjes, niet bij elkaar brengen? Maar die afstand is ongelooflijk groot. Ik ga even vragen hoe het precies zit. Ah, goedemorgen. Ik kom voor Tala Stalling. Tala. Tala Stalling? Nee. Jawel, toch? Echt helemaal een kleur. Je bent niet Tala Stalling. Jawel, hi. Wel, hi. Hi, Tala, hi. Wat doe je hier? Ik ben bezig met mijn werk. Ik ben aan het pennen. Natuurlijk. Ik heb een hele belangrijke vraag, want jij schreef, toch? Ja. Ja, waar is jouw moeder? Die is op haar werk. Op de werk? Of nee, die is vrij vandaag. Het is maandag, ze is vrij. En waar is dat? Ze is thuis? Ik weet niet waar ze is, maar ik kan even bellen. Laten we even uitzoeken waar ze is. Kun jij nu met mij mee? Ja, natuurlijk. Dat is heel belangrijk natuurlijk, dat snap je. Ja, oké. Okay. Moet je ontslag nemen eerst, of hoe gaat dat? Ik kan echt niet op aan mijn blouse wat een toestand. Ja, maar het is ook heel belangrijk, toch? Ja, het is heel belangrijk. Ja, absoluut. Dag. Hallo, Robert. Hi. Kan ik haar even meenemen? Het is een half uurtje meer niet. Ze heeft een nieuwe liefde? Dat weet ik niet. Daar kunnen we niets over zeggen. Nou, geniet van je dag. Dank je wel. Ik zie je straks. Tot ziens. Ik kijk stiekem al of de auto er staat. Ik zie hem. Misschien staat hij op de hoek. Maar hoe gaat zij dit? I don't know. Ze zal het niet verwachten. Er gebeurt nooit wat voor haar. En, dat schrijf je ook. Dat ze eigenlijk zichzelf totaal wegcijfert. Ja. Alles voor de kinderen en alles niet voor zichzelf. Alles voor de kids en echt niets voor zichzelf. Nee. En je schrijft over die liefde met John, die 17 jaar geleden begon en die weer is opgebloeid. Ja, die is inderdaad weer opgebloeid. Hij is altijd daar geweest, denk ik, in de stilte, maar altijd onmogelijk gebleven. En nu zagen ze elkaar weer. En geweldig. Mijn moeder heeft een hond. Hij gaat blaffen. Hij gaat blaffen. Hi, Tala. Hi. Goeiedag. Hi. Hey. Robert. Laura. Hi, kunnen we even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Hi, mam. Neem me niet kwalijk. Ik kreeg een hele lange brief van je dochter. En die schrijft, het is waar. All you need is love. Mijn moeder is daar het levende voorbeeld van. Want 17 jaar geleden ontmoette zij de liefde van haar leven. Toen we nog in Zuid-Afrika woonden. En die liefde die is eigenlijk weer opgebloeid. Sinds een tijdje. Want, schrijft ze, ik ben 21. Hè, en ik heb haar nog nooit zo zien ontspannen. Ik heb haar nog nooit zo bewust, zo levend mee kunnen maken. Jongen. Oké, toch? Ja. En daarom was ik hier, in Amstelveen, om jou te vragen of ik jou iets heel erg bijzonders kan laten zien. En dat heel erg bijzondere, dat bevindt zich niet hier, maar natuurlijk in Zuid-Afrika. Dus ik wilde je vragen of je met mij mee wil gaan naar Zuid-Afrika. Doe alsjeblieft niet gek. Ja? Ja, maar Tala, hallo. Hallo. Realiteit. Ja, dit is de realiteit. Gaan we weer. Oké. Okay. Ja, dan gaan we weer. Nou, I warned you. Alles is geregeld. Oh, zeg maar gewoon ja. Ja? Ja. Ga je mee? Ja. Man, echt waar? Oh. Tala. Dit is dus Zuid-Afrika. Een droom. Ja. Kun je daar nou iets over vertellen hoe dat zit? Dat is 17 jaar geleden dus begonnen. Ja. Ik woonde hier in Kaapstad en ontmoette John. Ja. En ja, dat is een fantastische relatie.
Wij hebben een zoon. En op een gegeven moment besloten we dat Nederland toch een betere optie was voor de toekomst. En ja, ik woon in Nederland en John woont hier. Oh, toen zijn jullie uit elkaar gegaan. Hij is hier gebleven. Want hij is Zuid-Afrikaan? Ja. Afgelopen december is John naar Nederland gekomen. Ja. En toen is er iets gebeurd. Wat is er toen gebeurd? Ja, waar ik dacht dat er een absolute afstand tussen ons zou bestaan... vanuit de tijdspanne die er was geweest. Eigenlijk, zonder dat we elkaar hadden gezien. Want het was heel lang? Of, Ja, ja, ja. En ja, het was zo vanzelfsprekend ons samen zijn. En dat was wonderlijk, dat was heel bijzonder. Ja. Wat is er zo bijzonder aan die John dat het toch na al die jaren nog steeds beklijft, blijkbaar? Ja, dat was liefde op eerste gezicht. Heel erg sterk. En een gevoel van eerlijkheid dat er heel erg is. Ja. En waardoor Tala dus jou heeft geschreven, ja, om te zeggen van... doe wat met mijn moeder, want ze doet het niet uit zichzelf. Welkom in Zuid-Afrika. Het is nog lekker vroeg. De zon die piept over de bergen heen. De Tafelberg die wordt zo verlicht door de zon. En nou, Laura die ligt nog lekker te slapen. Het was best laat gisteravond eigenlijk. En wij hebben nu direct een afspraak met John. Die vanuit Port Elizabeth, zo'n 1300 kilometer hier vandaan, dus naartoe is gevlogen. En we gaan even met hem praten. Nou, dit is het. Dit is het. Dit is Kaapstad. We staan hier onderaan de Tafelberg. Hierboven waar het allemaal gaat gebeuren vandaag. En ik heb hier ergens afgesproken met John. En dat zou hem zomaar kunnen zijn. John? Yes. It's you. Hello, Hi, I'm Robert. Yeah, pleased to Hello. Meet you. It's a big day today. Yeah, it's a very big day. I'm looking forward to seeing Laura again. Yeah. Yeah, we met again at New Year, as you know. Yes, what happened after all these years? Je praat toch ook staat Nederlands? Yeah. Na al die jaren dat jullie bij elkaar kwamen en dat de liefde weer... Wat gebeurde daar dan? I don't really know. It was very strange to see her again after 7 long years. And the chemistry was still there. Yeah. It was absolutely amazing. We couldn't keep our hands off each other and it was just... Okay, nou de details laten we verder achterwege natuurlijk, maar de liefde bloeide op. Yeah. Wat is dan de aantrekkingskracht, wat was dat dan? De aantrekkingskracht, that was... it was like two auras meeting each other and just knowing that they need to be together, you know. I mean, she was very beautiful. But it was something more than that, I can tell you. That was my aura started jumping around and... Your what? My aura. The electrical field around my body. Ja, ja, jullie zijn allebei wel spiritueel, geloof ik, hè? Yes, absolutely. Ja, ja, ja. I mean, I learned a lot from her spiritually, but even at that time I could feel something very strange happening to me when I met her. So it was love at first sight. Ja. En nu vandaag ga jij hier boven op de berg, op de Tafelberg. Yes. Boven Cape Town ga jij haar een soort liefdesverklaring afleggen, zou je kunnen zeggen. Wat ga je ongeveer zeggen? Oeh. Ja. Look, I'm obviously very nervous about delivering a speech to Laura. I think I need to speak from my heart. I feel that she is absolutely wonderful to... Okay. To still accept me the way that she does accept me, you know, and from my side, I still find her a wonderful human being, and I would choose. Okay, stop. Je moet het bewaren voor boven. Yeah. Gordon woont hier, hè? Ja, die heeft een huis.